Nog altijd kan men in Nederland afgedankte auto's ergens zomaar op straat aantreffen. Totdat ze, meestal in opdracht van de gemeentebestuurders, worden weggehaald. In Rotterdam gebeurt dat door een particuliere autowrakkendienst die op contractbasis alle verlaten of slooprijpe auto's wegsleept en verwerkt. En voor dat laatste heeft dit bedrijf bij een machinefabriek in Helmond een mobiele autopletter aangekocht, waarin alle autowrakken, nadat de banden eraf zijn gehaald, binnen 1 minuut omgevormd worden tot een plat pakketje van zo'n 40 centimeter hoogte. Door het gebruik van deze machine wordt elk autowrak tot 1/6 van zijn oorspronkelijke volume teruggebracht. En dat levert aanzienlijke voordelen op bij het verdere transport naar bedrijven die de wrakken in stukken snijden en samenpersen tot hoogovenklaar schroot. Dankzij de autopletter kan men nu 16 tot 20 autowrakken op 1 vrachtwagen vervoeren in plaats van 4 of 5 ongeplette. En dat draagt bij tot een snellere verwerking van de steeds wassende stroom van sloopauto's.